Turkse vrijdagmiddaggebed in teken van aardbeving. Burgemeester Druten bezoekt Oekraïense vluchtelingen. En Hindoestaanse tempel in Wijchen is weer open. Naast alle hulpacties voor Turkije en Syrië die deze week op touw zijn gezet, houdt natuurlijk ook het Turks Cultureel Centrum Nijmegen verschillende acties voor de aardbevingsslachtoffers. Na het vrijdagmiddaggebed van vandaag verkochten ze Turkse pizza's om geld in te zamelen. Ook tijdens de dienst wordt er nog geld ingezameld. De imam ging tijdens het gebed in op de ramp in het gebied. De gebeden van vandaag zijn sowieso voor alle slachtoffers van de aardbeving. De overledenen, de mensen die nog steeds onder het puin liggen, die mensen die in het ziekenhuis liggen, maar ook voor alle mankracht die daar nu met mannenmacht aan het werk zijn om hopelijk nog steeds overledenen om die puin uit te halen. Allahu Akbar. De dag na de aardbeving is het Turks Cultureel Centrum Nijmegen begonnen met het inzamelen van geld. Met de verkoop van pizza's en allerlei andere acties. Iedereen hier in de moskee zet zich in om de inwoners in het getroffen gebied te helpen. Ja, er komt echt van alle kanten komt er van, hey, ik wil zo helpen, ik wil zo helpen. Dus dat is echt heel mooi. Dat is, is bijna niet te beschrijven. Zo mooi is dat. De gevolgen van de natuurramp zorgen voor grote verslagenheid. De hulpacties, zoals ook hier bij de Alevitische Vereniging in Nijmegen, waar kleding en spullen worden ingezameld, geven een klein beetje houvast. Ik kan niet thuis blijven zitten. Ik moet gewoon wat doen voor die mensen daar. En zoals je ook ziet, zijn ze alweer bezig met de pampers en te laaien en de dozen. Dus het raakt je wel. Als je dit zo ziet, raakt het je heel, heel zeker. Het zijn allemaal onze families, onze kinderen. En daar gaat het om. Ja, van de ramp in Turkije en Syrië gaan we nog even naar de oorlog in Oekraïne. Want in Druten worden momenteel nog steeds vluchtelingen uit dat land opgevangen op een cruiseschip. Waarnemend burgemeester Corrie van Ree Oud-Ammerveld bezocht deze locatie woensdag om te horen hoe het met deze mensen gaat. Tijdens het avondeten ervoer ze verschillende emoties. Mooi, soms ook emotioneel, soms ook lastig, maar tegelijkertijd goed om er te zijn. Mm-hmm. Ja, je bent er, je biedt een luisterend oor en tegelijkertijd zie je zo of hoor je zoveel leed bij de mensen, waardoor je ook wel het gevoel krijgt van ik sta hier wel met lege handen. En terwijl we toch, vind ik, een hele goede opvang bieden hoor. Maar je bent je er weer even van bewust hoe ontzettend luxe we in Nederland leven. Hoe gelukkig we hier zijn. Mm-hmm. En wat heeft u het meest geraakt tijdens die gesprekken? Wat mij ontzettend raakte en wat ook emotioneel iets met me deed, dat was het verhaal van de moeders die vertelden over hun kinderen die achtergebleven waren in Oekraïne. En dat zijn dan, ik ben 66, ik heb volwassen zonen. En dat maakt dan dat je gewoon toch enigszins in kunt leven. Mm-hmm. Van moeders die vertellen dat hun zonen daar achtergebleven zijn in het leger. En als je dan zelf als moeder je die voorstelling maakt dat jouw kind in een oorlogssituatie is, in een gewoon echt een levensbedreigende situatie, en je kunt er niet bij zijn en je wacht iedere dag met spanning af wat het laatste nieuws is. Het komt ook doordat ik me daarin. Nee, ik denk niet dat je je erin kunt verplaatsen zolang je daar zelf niet voor staat. Maar dat kwam bij mij heel hard binnen, gewoon omdat ik dan toch vrij snel de vergelijking maak met mijn eigen leven en mijn eigen kinderen. De vergunningen voor de opvang op het cruiseschip is inmiddels verlengd tot begin 2024. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. De Hindoestaanse tempel in Wijchen is weer heropend. Vanochtend vond de eerste dienst weer plaats. Na de grote brand die donderdagochtend op het bedrijventerrein Poort van Midden-Gelderland in Heteren woedde, zijn er in omliggende wijken tal van brokstukken achtergebleven. Er vonden tijdens de brand enkele explosies plaats die het materiaal vervolgens door de hele omgeving hebben geschoten. Een speciaal team heeft deze resten donderdagavond zo goed mogelijk in kaart gebracht in de straten, tuinen en weilanden, om het vervolgens vandaag op te ruimen. Het team droeg speciale witte pakken, waarschijnlijk omdat er asbest in de resten zou zitten.
Middels een brief vanuit de gemeente Overbetuwe zijn omwonenden op de hoogte gesteld van de situatie. Een 27-jarige man uit Nijmegen is donderdag veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken voor zijn aandeel in de voetbalrellen na afloop van de Gelderse derby in oktober 2021. De man zegt zich onder invloed van drank te hebben laten opjutten. Na zijn straf moet hij ook meebetalen aan de 70.000 euro schade die de politie en de gemeente hebben geleden. In totaal zijn er met behulp van camerabeelden van die dag 51 relschoppers opgepakt. Vorige week protesteerde de Partij voor de Dieren in Park Brakkerstein tegen de kap van 200 bomen, waarvan 67 gezonde bomen. De gemeente Nijmegen laat nu weten gehoor te willen geven aan de ontstaande weerstand en de kap van de bomen voorlopig uit te stellen. Alleen bomen die een mogelijk gevaar opleveren, zoals zwakke of holle bomen, worden wel meteen gekapt. De gemeente gaat de komende tijd in gesprek met de betrokken partijen om tot een goed compromis te komen. Met het uitstel mag er in ieder geval tijdens het komend broedseizoen niet worden gekapt in het park. De Wiggense Hindoestaanse tempel Sri Ram Mandir wordt dit weekend heropend. In juni afgelopen jaar ontstond er een brand door kortsluiting, waardoor de tempel maandenlang was gesloten. Vanochtend om 9 uur begon de eerste dienst weer. Met de brand zijn alle beelden beschadigd geweest. We hebben nieuwe beelden uit India laten halen. En die beelden worden de komende 3 dagen ingewijd. Dat wil zeggen, de beelden worden klaargemaakt, zodat wij de beelden als onze godheid kunnen en mogen dienen. Het heeft een tijdje geduurd, maar inmiddels is de tempel weer in zijn volle glorie hersteld. Daar kwam dan ook veel werk bij kijken, dat grotendeels door vrijwilligers is gedaan. Nou, u moet begrijpen dat na de brand op de tweede verdieping in de tempelruimte niks meer over was. Het was alleen maar waar je naar keek, links, rechts, beneden, boven, allemaal beton. De rest was alles weggehaald. Alles was helemaal zwart. En het hele gebouw had ook roetschade. Dus dat hebben deskundigen schoongemaakt, opgeruimd en weer opgeknapt. Maar onze eigen vrijwilligers hebben bijna elk weekend en ook door de week zijn onze vrijwilligers hier geweest. En zij hebben van alles. Nou, ik kan het niet onder woorden brengen wat er allemaal te doen was hier, hoeveel werk er was. U moet nagaan, van nul tot dit, dat hebben onze vrijwilligers gedaan. En daarvoor wil ik al onze vrijwilligers heel hartelijk bedanken. Mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar hoe de tempel er in het echt uitziet, dan is er goed nieuws. Iedereen is namelijk meer dan welkom om een kijkje te komen nemen. Ik zou graag een ieder die dit programma ziet willen uitnodigen om een keer langs te komen en te kijken wie wij zijn, wat we doen en wat hier binnen allemaal gebeurt. Dus naar alle kijkers toe, u bent van harte welkom. Ja, en dan sport, want na een knotsgekke bekerwedstrijd van woensdag staat zaterdag de eredivisiewedstrijd tegen Cambuur op het programma in de Goffert. NEC heeft de punten hard nodig om in de buurt te blijven van een playoffplek. En trainer Rogier Meijer kan in ieder geval beschikken over verdediger Philippe Sendler, want zijn rode kaart is geseponeerd. En dat is de tweede keer dat het al gebeurt dit seizoen. Ja, dat moet een opluchting zijn voor trainer Rogier Meijer, of niet? Ja, zeker. Hè. We hebben natuurlijk veel jongens gehad die wat langer gespeeld hadden dan we vooraf gedacht hadden. Dus het is goed dat we een aantal jongens hebben die wat frisser zijn. En daar zullen we morgen een mooie mix van maken. Ja, je zegt het al, ze moesten wat langer door. Wat verwacht je van die wedstrijd van Cambuur? Nou, ik verwacht dat wij de baas hier gaan zijn, moet ik eerlijk zeggen. En dat we dat ook uit gaan stralen en dat we dat ook in het voetbal laten zien. Cambuur die de laatste wedstrijden veel wisselingen heeft gehad informatie en ook in spelers. Nou goed, dus dat moeten we morgen zien hoe dat staat. Maar wij gaan uit van eigen kracht. En ja, wat ik al zeg, ik proef hier in de groep een soort van. Ja, we willen heel graag laten zien morgen. Is iedereen er wel een beetje fit uitgekomen? Ja, ja, wel. Eigenlijk is iedereen op het veld, behalve Niels Rossen, die niet bij die wedstrijd was, maar die wat klachten heeft. En voor de rest is iedereen er. En ik moet eerlijk zeggen, ze zien er fris uit. En volgens mij hebben ze heel veel zin om morgen wat te laten zien.
En dan het weer. Ja, het was nog even heerlijk genieten vandaag. Met een volop zonnige dag. Hier en daar waren er nog wel wat sluierwolken. Maar de zon echt tegenhouden deden ze niet. Met een graad of 7 was het fris, maar ook zeker niet koud. Helaas zullen we de zon morgen minder te zien krijgen. Ja, de nacht naar zaterdag krijgen we al met die nodige bewolking te maken. Die van noord naar zuid over het land trekt. Morgen blijft die bewolking aanwezig, waardoor de zon er eigenlijk nauwelijks aan te pas komt. Heel misschien prikt hij er in de middag even doorheen, maar dat zal niet echt veel de kans hebben hier in de regio. In de avond kan er wel mist ontstaan en de temperatuur komt morgen uit, ja, het zacht voor de tijd van het jaar, 9 graden. De dagen na komt de zon weer wat vaker voor de dag en stijgen de temperaturen nog een tikkie verder richting de 12 graden. Het blijft veelal droog en daarmee kan het bij tijden zelfs een beetje lenteachtig aanvoelen. Tot zover het RNCV Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram als je dat nog niet gedaan hebt. En nu op RNCV zie je weer een nieuwe NEC-update. En wij zijn er morgen weer en dan met het Regio Nieuws weekoverzicht. Graag tot dan en alvast een heel fijn weekend.